Donderdagmorgen heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Kanaalweg in Heiloo. Een man op een fiets wilde een bestelbus inhalen. Bij het inhalen van de bus ging het portier plotseling open en de man met de fiets klapte er vervolgens tegenaan. Daarna kwam de man hard op de grond terecht. Hij was zo ernstig gewond dat er twee ambulances kwamen en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De arts van de helikopter is meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis. Wat de verwondingen zijn, is niet bekend. De helikopter vloog naar het parkeerterrein bij het AZ-stadion om daar de komst van de arts af te wachten.